Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Michel Tijhoff en Herman Veenhuizen, jullie zijn hier werkzaam in de Karelskamp. Nou zijn er behoorlijke zorgen eigenlijk, want er gaan dus toch maar berichten zijn dat de Karelskamp dicht gaat. Hoe zit dat?
Nou ja, goed, er is een conceptvoorbereidingsplan gemaakt. En vanuit dat plan wordt de PI Almelo genoemd als een van de te sluiten inrichtingen. Maar zoals ik al zei, is het een conceptplan. Dus aan het concept kan daadwerkelijk nog wel gesleuteld worden. Ja. Nou zijn voorlopig de ergste dreigingen voorbij, maar toch niet helemaal. Je bent er toch niet gerust op, hè? Nee, we zijn er niet helemaal gerust op. De staatssecretaris gaat ook gewoon door met het uitvoeren van zijn plan. Hij is nu opnieuw berekeningen aan het maken. En we zijn er zeker niet gerust op of wij wel of niet open blijven. Wat zouden de gevolgen zijn als de Karelskamp dichtgaat voor Almelo, voor Twente? Nou ja, goed, maar als je kijkt naar dat wij hier in de PI Almelo elk facet bieden in detentie, van het huis van bewaring naar gevangenis, naar op dit moment nog een zeer beperkt beveiligde inrichting, waarin de mensen ook naar buiten toe gaan om daar te kunnen werken. We hebben hierachter ook een fabriek, dat is een uniek concept in Nederland, waarin wij dus de gedetineerden goed voorbereiden op de maatschappij. En als je ziet dat je de mensen regionaal kunt plaatsen en ook op die manier goed kunt voorbereiden op een terugkeer in de samenleving. En als dat allemaal weg zal vallen voor deze hele grote regio, zal dat een gemiste kans zijn eigenlijk. In Zwolle is ook een penitentiaire inrichting. En ja, ik geloof dat er 130 bedden leeg zijn. En hier is het vol. Hoe komt dat? Is Almelo zo geweldig goed? Ja, wij zijn goed. En voornamelijk op het gebied van die terugkeer in de maatschappij, waar we heel erg op inzetten, vooral met die gedetineerden. Samenwerkend in de fabriek, samen met Soweco, reclassering, ketenpartners. Ja, daar zijn wij goed in op weg. En dat is wat we allemaal willen. We willen graag een laag recidivecijfer. Uiteraard een veilige maatschappij. Hoeveel mensen werken hier? Er zijn hier ongeveer 170 mensen werkzaam. Wat er nu gebeurt is eigenlijk voor niemand leuk in het hele land. Maar zoals je kunt begrijpen staan wij nu voor de PI Almelo en voor onze baan hier. En het gaat niet alleen om onze baan, maar het gaat om de hele regio. Dus niet de PI Almelo in deze regio, wat zo belangrijk is. Kijk, er werd net gezegd, we zitten vol. En we zijn bijna altijd zitten we vol. We hebben zelfs een wachtlijst. Ja, dat betekent dus ook dat in deze regio, dat de mensen gewoon hulp nodig hebben om op een juiste manier weer in de maatschappij terug te komen. En als je ze in een andere inrichting stopt, als in deze regio, kun je ook voorstellen dat als ze bijvoorbeeld een arbeidsplek hebben, ergens, ik noem maar een zijstraat in Arnhem, maar ze wonen in deze regio, ja, dan kunnen ze daar wel aan het werk. Maar als ze hier weer terugkeren, hebben ze eigenlijk geen binding op dat moment om goed terug te keren. Dus het is ook voor die mensen alles aangelegen om de PI Almelo voor deze regio te behouden. Jullie doen er alles aan, zeiden jullie, om te zorgen dat de Karelskamp open blijft. Wat doen jullie zoal? Nou, wat wij samen met de burgemeester zijn we vooral bezig hun op hun gebied om die politieke lijn te beïnvloeden. Om ervoor te zorgen dat wij open blijven. En wat wij hier voornamelijk doen is proberen met ludieke acties de aandacht te vestigen op de Karelskamp. Nou, zoals je achter ons kunt zien, een spandoek hier aan de gevel. En er zit nog iets meer in de pen, maar dat ga ik nog niet verklappen. Nou, ik vind het heel belangrijk om te horen hoe het nu gaat met de langdurige zorg in de praktijk. Dus we hebben vanmiddag een sessie met zorginstellingen vanuit de langdurige zorg, de jeugdzorg en D66 betrokkenen, om het daar met elkaar vanmiddag over te hebben. D66 is een beetje gehalveerd. Weet u daar iets van? Ik weet daar wat van. We proberen altijd een goed contact te hebben, lokaal en met Den Haag. Maar als ik hier zo de mensen net spreek, er is heel veel betrokkenheid bij het onderwerp langdurige zorg en de jeugdzorg. En ik vind het heel goed dat de afdelingen vandaag gezegd hebben van nou, we gaan voor alle geïnteresseerden een bijeenkomst organiseren. Het belangrijkste is van vandaag, ik vind het heel erg belangrijk als volksvertegenwoordiger om te horen hoe het nu gaat in de praktijk. Wat gaat nou goed, waar lopen jullie tegenaan? Wat willen jullie mij meegeven? Ik denk dat het ook belangrijk is. We hebben in de Tweede Kamer regelmatig debatten, algemene overleggen over de zorg. Ja, je bent dus heel erg afhankelijk van wie je toevallig treft. Want wat voor systeem je ook bedenkt, het staat of valt met degene die
Ik heb het daar ook net met de mensen over gehad, hoe het leeft, het associatieverdrag met de Oekraïne. Ja, je hoort daar wat wisselende geluiden over. Ik sprak net met iemand die zei, nou ja, ik had laatst een verjaardagsfeest en er werd er druk gediscussieerd over. Ja, wij vinden het als D66 belangrijk dat mensen sowieso gaan stemmen. En we hopen ook als mensen gaan stemmen dat ze dan ook ja zeggen. Want het associatieverdrag met de Oekraïne is belangrijk voor de handel. Met Oekraïne, ook voor Nederland. Het is ook belangrijk voor de mensenrechten. Dus we hopen dat veel mensen gaan stemmen 6 april en dat ze ook ja zullen stemmen. Ik heb net met de mensen er ook over gesproken dat er heel veel belangstelling is voor D66. Je maakt je natuurlijk altijd wel zorgen als zoiets gebeurt, nou ja, wat het effect is. Maar ik merk dat ook weer heel veel nieuwe mensen lid zijn geworden. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat bij de volgende verkiezingen er een stabiel D66 is. Met veel betrokkenheid over onderwerpen, ja, die mensen direct raken, zoals de langdurige zorg bijvoorbeeld. Voorzitter van het stembureau ben ik volgens mij ergens in het midden in de jaren 80. Toen deed ik dat met Frits Snijder, maar ik heb sinds 78 al op een stembureau gezeten. En hoe is de opkomst op dit moment? De opkomst op dit stembureau is iets meer dan 25%. Maar op dit stembureau komen ook vrij veel ambtenaren en ook mensen die in de stad boodschappen doen. Dus die 25% is erg geflatteerd natuurlijk. In de stad Almelo, weet ik, zitten we op dit moment ergens rond de 14-15%. Dat ziet er niet goed uit. Wat denkt u? Wordt er 30% gehaald? Ik heb ook toevallig op de telefoon wat nieuwsberichten gelezen. En ik heb er hoge twijfels over dat we de 30% halen op dit moment. Maar je weet het maar nooit. Aan het begin hadden we, ja, vrij moeilijk omdat de motorfiets van de week helemaal volledig opnieuw opgebouwd is, omdat die in een nieuwe kleurstelling staat. Alleen aan het einde, ja, best wel positief. Het gat is best wel gedicht, maar je kunt onder je omstandigheden heel moeilijk zien wat een ander doet. Rijdt er één met een nieuwe setbanden en wat doen wij? En heel veel jongens hebben vorige week op Assen al gereden en voor ons de eerste dag. En Assen is toch heel anders als het blokcircuit dan ook. Is het een vader en zoon de eer om het strijdros voor het seizoen 2016 te onthullen. Dames en heren, de Suzuki V6 TSX 600R. Een vooravond van een nieuw seizoen van motorrace, OMK wegrace en de Supersport 600 klasse. De OMK races, dat zijn de? Het zijn wegracers dus voor motorfietsen en dan Open Nederlands Kampioenschap. Dus dat betekent dat het een internationaal deelnemersveld is, doordat er meerdere nationale tijden zijn toegestaan. Ja. En dat is natuurlijk niet je eerste seizoen, hè? Hoe is het? Vertel even wat over het vorige seizoen. Het vorige seizoen is helaas niet verlopen als gewenst. We hadden als doelstelling om in top 3 waarschijnlijk de titel te gaan. Alleen toen ik eenmaal in de derde wedstrijd raakte ik geblesseerd. Ik stond op dat moment in de top 3 van het kampioenschap, dus we waren in het bereik van onze doelstelling. Dus de wedstrijd is mijn schouder uitkomt geraakt door een flinke touché met een andere coureur. En daardoor heb ik een operatie moeten ondergaan vorig jaar. En uiteindelijk is dat allemaal weer goed hersteld. Je hebt hem wel uitgereest, hè? Ik heb de wedstrijd wel uitgereest en ik ben ook nog als derde gefinished. Ja. En ook nog als derde gefinished. Wat is je ambitie voor het nieuwe seizoen? De ambitie is voor dit jaar is om kampioen te worden. Ik heb vorig jaar laten zien dat de snelheid degelijk aanwezig is. Vooral toen ik ook terugkwam van mijn blessure. Dus de doelstelling is duidelijk. Het materiaal is een Suzuki 600, klaargemaakt door onze eigen motorzaak Erische Motoren. En het materiaal is echt dit jaar op heel hoog niveau.
Nou, dat lijkt me toch een kostbare zaak, racen. Ja, racen is absoluut een kostbare zaak. We zijn dus ook blij met elke kleine financiële steun die we kunnen krijgen. Want uiteindelijk is het budget maakt het grootste verschil. Het Open Nederlands Kampioenschap verwacht ik dit jaar heel veel tegenstand van onder andere Koen Meuvels. En dat is een Nederlands talent uit Zwolgen. En een paar andere jongens zoals Frank Brouw in het verleden, Koen Bouwmeester, Rob Hattog, een neefje van Wil Hattog. Dus volgende week in Croix, Frankrijk. In Croix, Frankrijk. Wat is jouw favoriete circuit? Mijn favoriete circuit is eigenlijk in Spanje, in Barcelona. Maar in Nederland gezien is dat Hengelo Gelderland, onze thuiswedstrijd. En wanneer is die? Die is op 30 april en 1 mei. Leslie, heel veel succes gewenst. Wat zeg je? Toi, toi, toi? Ja, zoiets. Komt goed, dankjewel. Goed. En op dit moment staat u op de Spring Fair. Dit is georganiseerd door onze tweedejaars studenten die de opleiding verkoopspecialist volgen. En hoeveel studenten zijn dat? Op dit moment zijn er 100 studenten bij betrokken en die zijn hier ook achter verschillende kraampjes. En de opdracht is dat ze leren samenwerken, dat ze een kraam zien te bemannen en dat ze ervoor zorgen dat de kraamhuur een maatschappelijk belang heeft, dus geschonken wordt aan Caleb House op Ambon. Het gaat dus niet in eerste plaats om de omzet? Nee, het gaat niet om de omzet. Het gaat meer om de samenwerking tussen de ondernemers in Almelo en omgeving. En dat leerlingen, studenten met elkaar leren samenwerken. Gekeken naar hoe onze studenten met elkaar samenwerken en hoe ze verkopen. En ze worden beoordeeld ook op het samenwerken en de verkoop. En er wordt niet specifiek gekeken van hoeveel omzet ze draaien. Dit is eigenlijk een plek voor jongeren met een beperking, vooral met een autistische beperking. Eigenlijk veel schoolverlaters kunnen daarom moeilijk naar een vervolgopleiding als het ROC of iets dergelijks. En daar komen ze dan vaak hier terecht. Mota uit het Mozaïek, een school in Almelo, is er officieel mee begonnen. Dat stond ook voor Mozaïek Training Arbeid. Maar omdat er toch leerlingen figuurlijk buiten de boot vielen, omdat het te hoog gegrepen was, komen ze soms hier terecht. Als zij beter zijn ontwikkeld, zeg maar, beter bij hebben geleerd, kunnen ze vaak naar Mota of ergens anders heen. En uiteindelijk, als je naar Mota of ergens anders heen geweest bent, wat kan je dan? Dan kun je met minder begeleiding werken, meer zelfstandigheid werken of iets dergelijks. We hebben vandaag een open dag en we doen heel veel leuke, heel veel activiteiten hier. Activiteiten. En werkzaamheden en zo, wasafouwen, bioscoop. We hebben onder andere Lunchroom Fijn, stadionteam Heracles, de Gravenruiters, Manege is dat. Het Klussenhuis en de Liaan. Klussenhuis is aan de Kruisweg.
We doen onder andere de tuintjes met AMRO doet mee. Andere klusjes, productiewerkzaamheden. Ook een werkplaats, grote werkzaamheden. Bij Heracles ondersteunen we bij het onderhouden, opruimen van het stadion. Ook een gedeelte bij OM maken we schoon. Dan moet je denken aan de kleedkamers, het grafvel wat op de velden ligt. En dat doen we met een groepje cliënten, ongeveer een stuk of 10. Voor de rest doen we hier ook nog voor de productie doen we wat. Voor Fijn en voor Heisterkamp. De Liaan betekent voor mij toch wel een plek dat het niet echt een vervolgopleiding is zoals je denkt. Maar dat ik toch iets nuttigs doe voor de maatschappij. Cornelius Rogge, welkom bij je eigen tentoonstelling in Hof 88 Indiogo. Wat is eigenlijk de essentie van jouw werk? Nou, een van de belangrijkste dingen is dat ik door mijn ouders opgevoed ben als theosoof. Tot ongeveer 11, 12 jaar. En toen heb ik dat geloof buitenboord gegooid. Maar het is altijd zo, waarin je op wordt gevoed, is het altijd zo er zwemen blijven hangen. Wat is theosofie? Theosofie dat is berust op het boeddhisme. En dat betekent vooral geen oorlog, geen wraak. En dat zie je ook dat je bij de islam zie je dus veel aanslagen. En mensen die zichzelf tot ontploffing brengen. Maar bij de boeddhisten die doen dat nooit. Jouw tentoonstelling heet Te vuur en te zwaard. Kan je daar iets over zeggen? Het vuur is het hemelse vuur. Dat is dus die enlightenment in de Engelse term. Oftewel de verlichting. Het vuur is een verlichting om de geest helder te maken. En die is wanneer de gewone mens dat niet binnen bij zich laat komen. Is het zo dat hij duf van geest blijft. Je bent nu 83 pas, hoe zie je de toekomst voor je? Nou, ik moet de eerste 20 jaar nog doorgaan tot een enorme explosie van de allerlaatste werken die ik nog ga produceren. En ik heb een heleboel werk op stapel staan in mijn werkplaats. Dus ik moet nog 20 jaar door. Ik heb twee ateliers. Eén is in Amsterdam, heb ik een inpandige kerk. Ik zal niet zeggen waar dat precies is, maar het is inpandig in de binnenstad. En dan heb ik een atelier in Hal en dat is een plaatsje bij Zutphen. Ja, het is gekocht als een ruïne dat gesloopt zou moeten worden. Dus wij kregen het haast gratis. De bakstenen viel haast om, maar we hebben met veel geld wat ik toen had, omdat ik toen een opdracht had in Leeuwarden, bij het ziekenhuis daar, daar staat een mooi, prachtig beeld van mij. Een blauwe piramide. Wat zou jouw levensmotto zijn als je daar zo over nadenkt, terugkijkend en vooruitkijkend? In elk geval nooit roken, dat is het slechtste wat er is. Heel bescheiden in het leven staan, niet te veel vlees eten. Eerder vegetariër dan zoals de boeddhist is, heel goed. Dus heel bescheiden op de achtergrond staan, daarom is het zo dat ik heel weinig ook in de Nederlandse pers kom. Bijvoorbeeld krant als NRC Handelsblad heeft in 60 jaar nog nooit over mij geschreven. En dat heeft te maken dat ik mij afzijdig houd. Je hoort tot de grootst levende kunstenaars van deze tijd. Hoe verklaar je dan die bescheidenheid? Nou, het is geen bescheidenheid, maar het is dat je weet waar je plaats is. Je bent een uitvoerder van werken, je bent een producent. Dus je staat op de zijlijn en je levert producten af aan degene die je ervan houden. Dus dat is je criterium. Je maakt eigenlijk je werk voor liefhebbers. Ja, voor liefhebbers, maar daardoor is je bent een vakman. En de vakman die staat altijd opzij van zijn product. Oké, dankjewel. Hallo Jasper, kun jij mij vertellen waarom jij het tennisspelletje zo geweldig mooi vindt?
Je rent veel over de baan en ja, het is echt, je speelt alleen en niet met een hele groep. En het is vooral een tactisch spelletje en dat vind ik er wel heel leuk aan. Leuk. En wat maakt dat jij zo goed bent geworden? Want ik heb gehoord dat jij heel veel gewonnen hebt. Nou, mijn vader tenniste vroeger al wel veel en daar ben ik een beetje mee opgegroeid en veel getraind. En, ja, je traint heel veel, hè? Waar train jij allemaal? Ik train nu 2 keer in Enschede, 1 keer in Goor en 1 keer in Almelo. Op welke ondergrond tennis jij het liefst? Gravel. En ja. Waarom vind jij gravel zo geweldig? Je kan glijden over de baan en je moet heel goed zijn met je voetenwerk, want de bal kan wegstuiteren. Ja, dat vind ik wel leuk aan. En is het nou sneller dan kunststof of valt dat wel mee? Nee, het is juist langzamer. En je kan ook met je vader spelen, geloof ik, hè? Ja. Durft hij nog tegen je te spelen of... Of ben je bang dat hij het moet afleggen tegen jou? Met lopen wel, maar met de tennis zelf, ja, daar is hij nog wel iets beter. Ik denk dat jij, als jij nog wat groter wordt, dan ga je hem vast een keer verslaan. Denk je ook niet? Ja. Okay. Zeg bedankt, hè. Boel. Zijn jullie er klaar voor? Koos.